En nu naar boven. Naar Koepgroen. Ik heb heerlijk koffie gedronken. Nou, de zon is doorgebroken. Wat wil ik nog meer? Deze week staat in het teken voor mij van de financiën. Ik ga alle verkoopfacturen van de afgelopen maand opsturen naar de ziektekostenverzekeraars, de gecontracteerde gemeenten en de PGB-cliënten. En verder ga ik de loonadministratie doen. En zoveel mogelijk neem ik de telefoon niet op. Als ik zie wie er belt en het is niet heel dringend, zoals ik het inschat, stuur ik een appje terug wanneer en hoe laat ik terugbel. Ik ben aan het dweilen in de kelder waar wij een hele grote opslagkast hebben voor dit soort spullen die dan over zijn in de zorg als mensen overlijden. En dat is altijd handig om wat in voorraad te hebben. Maar helaas, het heeft weer ingeregend. Het is natuurlijk heel nat geweest de afgelopen periode. Het heeft ook voordelen om zo'n groot pand te mogen gebruiken. Het vraagt alleen wel onderhoud. Ik heb nieuws. We gaan stoppen met Koepgroen aan de randen van de thuiszorg. Het type vlog die we tot nu toe hebben gemaakt, het zijn er uit mijn hoofd zo'n beetje tegen de 40. Ik ben begonnen met een iPhone en ik heb nog wat trainingen gehad van in-house filming in Leiden. Dat boden ze ons aan. Daar ben ik ze ook zeer dankbaar voor. We gaan verder met onze stijl, zoals we dat hebben ontwikkeld. Alleen, we gaan met thema's aan de slag en scholingen. Ja, dat zal niet zo zijn dat we elke week een scholingsvlog op onze website en op YouTube verschijnt. We hebben wel een hele lijst gemaakt van onderwerpen die in ons opkwam. En ik heb er heel veel zin in en omdat ik nu ook meer tijd heb ervoor. Het was altijd al een harte wens. Komt dit nu uit? We gaan dit doen. Zoals ik al eerder vertelde, gaat het heel goed met Koepgroen. We groeien aan met collega's die de juiste zorgdiploma's hebben en ook nog verschillende collega's die in opleiding zitten. Ze voelen zich verbonden met de visie. En dat team, dat wordt gewoon steeds hechter. En financieel is Koepgroen gezond. We hadden vorig jaar best een lastig jaar. Ook financieel gezien. En nu gaat het weer helemaal top. We zitten in de groei en daardoor kunnen we ook weer investeren in nieuwe collega's komen allemaal in loondienst en dan kunnen we ze ook begeleiden in hun opleidingen. En ik ben er heel dankbaar voor dit alles en ik sta ook volledig achter dit besluit. Thank you.
Ik ga een ochtendroute rijden en ja, het is de laatste keer dat ik jullie meeneem in deze, nou ja, in dit concept. Dus het laatste toertje. Ik vind het een vreemd idee. De route zit erop. Ik ga nu naar kantoor, alwaar Monique ook zal zijn. En wij gaan samen een noodscenario schrijven in verband met coronavirus. En dat gaan we dan, zo snel mogelijk zorgen we dat dat bij de cliënten en hun mantelzorgers en de collega's komt. Tot straks. Nou, dit was Koeproem aan de randen van de thuiszorg. Wij blijven komen, alleen in een iets andere vorm. De nummering van de vlogs gaat verdwijnen. Er komt een nieuw tapje op de website. En ik zou zeggen, graag tot ziens. Blijf kijken en graag een duimpje. En wil je op de hoogte blijven? En dan weer natuurlijk abonneren.